gebeurt veel in de wereld op dit moment. Hè. Er komt veel op klanten af. Internet of Things, social media, de hoeveelheid data die toeneemt. En om dat goed te integreren zeg maar, in je bedrijfsvoering, zul je moeten transformeren. En ik denk dat we dat willen overbrengen aan klanten en ze daar handvaten voor willen aanreiken. Nou, bijna alle klanten die worstelen een beetje met de vraag van hoe gaan we de volgende stap zetten. Dus iedereen, ik denk dat de meeste klanten wel zover zijn dat ze zich realiseren dat ze iets met die digitalisering moeten gaan doen. Maar de vraag is dan hoe. En dus vandaar dat ook zo'n evenement als vandaag een prachtige plek is om op zoek te gaan naar de antwoord op die vraag. En een onderdeel van die hoe is natuurlijk ook hoe krijg je daar de financiële middelen voor elkaar. Dus hoe kun je aan de ene kant kosten besparen zeg maar, en om geld vrij te maken om te innoveren. En dat is denk ik ook waar wij als familie ongelooflijk goed bij kunnen ondersteunen. So we look at this in four dimensions. We look at this from the digital transformation element of this. So to what extent are you digitizing your business? To what extent are you using digital technologies to now drive the strategy for your business going forward? So there's a digital transformation aspect. Coupled very closely with that is an IT transformation, which is people focused. So you have a group of people in IT who perhaps need to learn a new set of skills, get educated in a new set of technologies, a new approach to how they support the business. So we look at the IT transformation aspects. We also talk about security. Security, I think, today is very prevalent. A lot of organizations are thinking and are concerned about it. So we look at how you can perhaps transform the approach you take to security within your business. And finally, a piece around workplace. So do you have people in your organization who come to a fixed place of work every day? Do you have a mobile workforce? What's the best combination for the two? So when you look at those four aspects, security, workplace, digital, and IT, those are the things that we focus on, and those are things that we see as big challenges that our customers face and that we believe as Dell EMC we have a set of solutions for. Het is een 100% kanaalgedreven organisatie. Dat blijven we ook doen, zeg maar. Dell was altijd al een kanaal, wordt een belangrijker kanaal mogelijk. Maar we blijven een heel onafhankelijk, independent kanaal ondersteunen. Ja, het grappige is, in zo'n transformatieproces komen zoveel aspecten kijken, dat ik van mening ben dat we dat eigenlijk niet kunnen doen zonder dat onze partners ons daarbij helpen. Het is een illusie om te denken dat je echt alles voor je klant kan doen. En ik zie dat de relatie die een aantal van onze partners met klanten hebben dusdanig innig is rondom dit soort thema's, dat het alleen maar hartstikke goed is dat we dat dan ook gezamenlijk proberen handen en voeten te geven. Nou, de digitale transformatie op zijn Nederlands is natuurlijk volop bezig. En wat ik heb gedaan, ik heb mensen gewoon meegenomen naar de ingrediënten. De hoeveelheid datacommunicatie, de bandbreedte en de standaardisatie. Hè. Overal ter wereld stap je uit op een vliegtuig en je hebt 4G en je hebt wifi. Dan hebben we de mobile devices, hè, de iPhones, de Samsungs en dergelijke. 80% van alle internetcommunicatie gaat daarover. En de mobile apps. Die combinatie is al een enorme versnelling, maar dat vinden we eigenlijk al heel normaal. Maar daar kan je wel nieuwe modellen aan doen. Als je dan nu toevoegt wat nu mainstream begint te worden, zoals we dat weer zo mooi in IT noemen, de cloud en Internet of Things, krijg je natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Elke nieuwe auto is al een digital auto, een connected car. En de nieuwste trends die er nu aankomen, dat is robotics. Toch eigenlijk al verder dan je denkt. Augmented en virtual reality, die echt een versnelling zullen geven aan mogelijkheden. En artificial intelligence, cognitive computing, is net hoe je dat noemt. Ook dat is in beweging. En als je dat allemaal combineert en je denkt outside the box, dan heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden. Data is exploding all around the world, especially here in Netherlands, where data usage has gone exponentially upwards. Cloud adoption is happening at an exponential rate. Digital transformation is happening at an exponential rate. And at the heart of all this is our platform, which is Platform Equinix, which connects numerous enterprises to the cloud service providers and bridges the gap between digital and the physical world. We hopen dat de mensen hier een heleboel inspiratie opdoen om ook daadwerkelijk de volgende stap in die digitale transformatie te zetten.